Ik vond het essentieel dat ik mijn ervaringen kon delen met lotgenoten. En dat ik ook van lotgenoten hoorde van waar zij tegenaan liepen. En dat was zo'n bron van herkenning dat het eigenlijk heel erg heeft geholpen in het accepteren waar je eigenlijk last van hebt. Mijn naam is Maarten Pietersen, ik ben 51. Ik ben getrouwd, ik heb 3 kinderen. Ik ben hartpatiënt van geboorte. De eerste keer dat ik aan mijn hart werd geopereerd toen was ik 13 jaar oud. De tweede keer was ik 30 jaar oud. En de laatste keer was ik 41 jaar oud. Gedurende die operaties heb ik, wat ze nu zeggen, niet aangeboren hersenletsel opgelopen, zou ik maar zeggen. Het hart functioneert prima. Alleen van het niet aangeboren hersenletsel gedeelte heb ik wel bijzonder veel last. Het uitzicht bij mij door een niet te verklaren vermoeidheid. Ik kan wel eens 's ochtends om 10 uur het gevoel hebben dat het 11 uur 's avonds is. Mijn geheugen werkt een stuk minder goed. Mijn concentratievermogen is een stuk minder goed. En de focus om dingen op te pakken en om dingen door te pakken is ook een stuk minder dan voorheen. Neem het voorbeeld van een verjaardag, een drukke verjaardag met kleine kinderen en waar ook nog een muziekje op staat. Het is zo ontzettend vermoeiend, dan lukt het me, ik denk een kwartiertje, 20 minuten, om een gesprek te voeren met iemand. En dan moet ik echt aan die persoon vragen van, kunnen we even ergens anders, even naar buiten, even verder kletsen. Dus op deze manier geef je er zelf een draai aan. En als je het op zo'n manier kunt vertellen, dan is er wel begrip voor. Maar je merkt wel in de loop van de jaren dat andere mensen, ja, omdat het is niet zichtbaar, dus de mensen vergeten het en ja. Die gaan er misschien wel van uit dat ja, het zal weer over zijn of zo. Of het zal meevallen. Maar het is wel iets waar je gewoon dagelijks mee te maken hebt en geconfronteerd wordt. Niet aangeboren hersenletsel heeft invloed op mijn hele leven. Maar ook op het leven van de mensen die dichtbij me staan. En dan denk je aan het eerst aan je vrouw, aan Sandy. En aan je kinderen. Want dat zijn de mensen die je gewoon elke dag ziet en waar je mee leeft. Ik ben bij een revalidatiecentrum geweest, ik ben bij huisarts geweest, ik ben bij een psycholoog geweest, ik ben bij een psychiater geweest. Het was... Niemand heeft ons op het spoor gebracht van organisaties die dus in de chronische fase mensen verder kon helpen. Dus dat heb ik wel als een achteraf, tenminste als een enorm gemis ervaren, omdat ik echt wel jarenlang een beetje heb geworsteld van waar heb ik last van, hoe komt dit en hoe ga ik verder met mijn leven. Ja, ik durf te zeggen dat na 6 jaar eigenlijk het langzamerhand beter is geworden en ik probeer mijn werk weer op te pakken en privé proberen we het weer helemaal op te pakken en door te gaan met het leven.